Ik ben nu bezig met het HoloLens project. Een zeer interessant project moet ik zeggen wat op mijn pad gekomen is. Ik werk sinds een halfjaartje bij ICT Group. Ik ben van oorsprong C# .NET developer. Maar toen kwam ik dit project tegen en dat interesseerde me dusdanig dat ik gevraagd heb om mee te kunnen doen. Momenteel ben ik werkzaam binnen de unit transport en logistiek. Daar is natuurlijk heel veel automatisering aan de hand. En wij zijn momenteel dus ook aan het kijken met dit project van de HoloLens, hoe we dat daar kunnen inzetten om alle processen te vergemakkelijken. Het mooie van dit is natuurlijk dat je wat fysieker bezig bent en samenwerkt met je collega. Hij kan op de laptop precies zien wat ik hier door mijn bril zie. Dus wij kunnen samen heel snel de bugs eruit halen en de workflow en of alles een beetje werkt zoals we willen dat het werkt. Kijk, dat is wat ik van het begin af aan gemerkt heb bij ICT Group. Is dat iedereen heel erg bereid is elkaar te helpen. Vooral in dit soort nieuwe technologieën. Die technologie die gaat zo snel vooruit. Het is echt helemaal niet gek dat je niet alles weet. Het is allemaal state-of-the-art technology. Iedereen kan daarin zijn eigen ding bijbrengen. Ah, het mooie hiervan is natuurlijk de innovatie om te beginnen. Het is ook wel fijn dat je nu direct in de praktijk kan toetsen wat je net hebt zitten maken achter de laptop. Ik had nooit gedacht dat ik daar binnen een half jaar aan zou werken. En zo is er voor iedereen wat. ICT-groep is dusdanig groot dat je binnen je eigen vakgebied toch nog genoeg variatie kan hebben. Daardoor kan je ineens op dingen komen waarvan je tevoren helemaal niet hebt gedacht dat je dat zou willen gaan doen. Maar waar toch wel blijkt dat je interesses daar liggen. En dat is ja, wat natuurlijk het mooiste is, dat je van je hobby je werk kan maken.